Hey, ik ben Corné. Deze video gaat over e-mail remarketing. Retargeting via advertenties ken je waarschijnlijk wel. Je komt op een website en daarna zie je allemaal van die ads. Bijvoorbeeld, je gaat naar de website van de KLM, je zoekt even naar een prijs voor een vliegticket en direct daarna zie je overal banners en ads van de KLM. Op social media, op alle websites die je bezoekt. Als je Gmail gebruikt, zit ook in je Gmail. Best een beetje irritant soms. Het zal ongetwijfeld voor KLM werken, maar ja, het is wel een dingetje waar niet iedereen altijd even blij van wordt. Deze video gaat daarom ook niet over remarketing via advertenties, maar via remarketing via e-mail. Wat ik wel heel erg tof vind, als je op een website komt, je hebt er wel wat gelezen of wat producten bekeken. En nadat je die website verlaat en een paar minuten later hoor je een pingeltje van je e-mailprogramma of je ziet een pop-upje op je scherm binnenkomen met een e-mail van de website die je hebt bekeken. Met een hele pakkende titel. Die titel die is deels gepersonaliseerd. En die gaat erover de bepaalde artikelen die je hebt bekeken of de bepaalde producten die je hebt bekeken. Dat triggert jou weer om weer naar die website te gaan. Maar het zorgt ook voor een stukje merkbeleving. In mijn vorige video heb ik het gehad over verlaten winkelwagens. Dat is natuurlijk ook een deel van e-mail remarketing. Maar je kunt er veel verder in gaan. Je kunt natuurlijk je verlaten winkelwagen laten zien. Daar gaan we een andere video over. Je kunt het veel uitgebreider doen door bijvoorbeeld zoekresultaten aan iemand te melden. Heb je bijvoorbeeld op een bepaalde webshop gezocht naar een bepaald product, maar je hebt nog niets in je winkelwagen gestopt, je hebt nog niks gekocht, maar dan krijg je wel een e-mail met, nou, deze product heb je bekeken en dit is wellicht ook relevant. Helemaal goed is als je dan ook echt nog wat waarde toevoegt, als je bijvoorbeeld nieuwe artikelen suggesties doet of nieuwe andere producten suggesties doet. Vertel iets over die producten en vertel vooral iets meer in de e-mail die je stuurt. Hoe persoonlijker je het maakt, hoe beter. En persoonlijk hoeft niet altijd te zijn dat de naam van de persoon waar de e-mail naartoe stuurt in de e-mail staat. Het gaat er voornamelijk om dat de inhoud relevant is. Dat het producten zijn die de klant heeft bekeken of artikelen zijn die de klant heeft gelezen en doe daar een aanvulling op of geef daar extra advies over. Zoals ik al zei, het hoeft natuurlijk niet alleen maar voor e-commerce te gelden. Dat kan je ook doen als je blogartikelen schrijft of je verkoopt dienstverlening en je stuurt de klant daarna een e-mail met meer informatie over de dienstverlening. Het moet wel relevant zijn aan de pagina's die de klant echt heeft bekeken en je moet het ook een beetje beperken. Tussen de 3 en de 5 artikelen zou ik doen en dat zou ik met nieuwsartikelen ook doen. Dat je niet te veel in zo'n e-mail stopt. Dat moet niet een hele lange e-mail worden. De voordelen van retargeting via e-mail is dat je je bestaande klanten en inschrijvingen een mailtje stuurt die je al kennen. Dus jouw engagement gaat daardoor behoorlijk omhoog. Omdat ze al bekend met je zijn. Je bent niet een vreemdeling. Als je dat met banner ads doet, dan zijn mensen misschien wel even op je website geweest en zien ze ineens heel veel retargeting banners. Dat wordt als irritant ervaren. Maar als je een e-mailtje stuurt, ja, dan heb je al vaak een relatie met dat persoon. Dat maakt het interessanter, ook al voor de klant, omdat je relevante informatie biedt. Daarnaast is het heel erg handig dat je de informatie van de klant al hebt en dat je steeds meer data genereert. Want je kunt natuurlijk zien hoe laat iemand de e-mail opent, op welke links die klikt. En met die data kan je weer vervolgcampagnes doen en leer je klant steeds beter kennen. Dat is iets wat niet mogelijk is met banner ads. Daarnaast kan je een nieuwsbrief en een e-mail die je naar de klant stuurt nog veel meer. Daarnaast kan je nog veel meer in de e-mail meenemen, omdat je meer ruimte hebt dan in een banneradvertentie. Je kunt meerdere producten doen, je kunt suggesties doen. En dat maakt het nog extra interessant. Je kunt er ook rekening houden met wat de klant in het verleden heeft gekocht als het voor e-commerce geldt. Het grootste voordeel is natuurlijk dat het goedkoper is. Het is ook goedkoper om een e-mailtje naar een klant te sturen, zeker als je het automatiseert, dan ads in te kopen. Want dat kost je gewoon elke keer weer geld en die moet je op alle platformen inkopen en dat is niet gratis. Even tussendoor, mijn doel is om deze maand 100 nieuwe abonnees te krijgen op mijn YouTube kanaal. Dus pak even dit moment, klik even op het knopje abonneren. Maak je mij heel erg blij en dan zie je mijn volgende video ook weer snel. Bedankt voor het abonneren. Wat is nou het allerbelangrijkste? Als je aan retargeting via e-mail doet, dan is het heel erg belangrijk dat je echt waarde biedt in je e-mails. Dus niet een opsomming alleen maar toestuurt van producten, artikelen, pagina's die de klant heeft bekeken. Je moet echt iets toevoegen. De klant moet echt de mail openen en denken van, hey, hier staat iets in, dit is interessant. Want dan kan je het ook veel vaker doen. Als je meer waarde geeft in jouw e-mails, dan zullen jouw e-mails ook vaker worden gelezen. En dan kan je ze ook veel vaker sturen. Belangrijk is dat je alleen de dingen laat zien die de klant ook echt heeft bekeken.
Natuurlijk mag je wat suggesties doen en wat verwantartikelen laten zien. Maar zorg ervoor dat je niet veel te veel laat zien. 3 tot 5 is wel echt maximaal. Als laatste, breng het zo persoonlijk mogelijk. Pas die e-mail aan op de wensen van de klant. Hoe meer data je hebt, hoe meer je de e-mail kan personaliseren. En dat is ontzettend belangrijk, want dan zorgt het ervoor dat de klant het gevoel heeft dat die e-mail persoonlijk voor hem is gemaakt en niet dat het een e-mail is die iedereen een keer heeft gekregen. Plaats de juiste artikelen erin, niet te veel en niet te weinig. Plaats iets extra's. Vertel iets extra over het artikel, vertel iets over een combinatie. Doe een suggestie van, als je dit hebt gelezen, lees dan ook dit. Zorg ervoor dat het een waardevolle e-mail is. Als je hem zelf leest, dat je denkt, ja, hier heb ik wat aan. En dat is heel erg belangrijk. Kijk goed naar jezelf als je dat soort e-mails maakt, dat je er ook echt iets aan hebt. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Druk even op het like-knopje en tot de volgende keer.